Suriname heeft in totaal 3 gepensioneerde orthopedisch technologen. Dit zegt Kenneth Silvin, orthopedisch technoloog die al 3 jaar met pensioen is, maar toch door moet werken. Er is volgens Silvin wel een vervanger, maar door omstandigheden en door de COVID-pandemie kan die nog niet overnemen in Suriname. De vervanger is Perella Reijaard, die momenteel in het buitenland studeert. Dat klopt. Maar dat is niet alleen in Suriname. Het blijkt dat het wereldwijd zo is, ook in Europa, dat er continu een tekort is aan dit soort krachten. Orthopedisch technoloog is de nieuwe naam van dit vak. De oude naam is orthopedisch instrumentmaker. De 3 orthopedisch technologen zijn Orlando Franker, Egbertus Fonky en Kenneth Silvin. Volgens Silvin is er overal schaarste aan orthopedisch technologen. Dit beroep is een van de minder populaire beroepen in de wereld. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat het komt omdat je dan veel handenarbeid moet verrichten. Het is vrij intensief. Je zal heel veel technisch inzicht moeten hebben, maar ook je zal ook goed moeten kunnen omgaan met mensen, met hun verdriet, met hun achtergronden. Het is een heel pakket, het is een combinatie eigenlijk van techniek, maar ook een beetje sociaal gevoel hebben voor je medemens. Orthopedisch technoloog is een beroep dat is ontstaan tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarbij voornamelijk militaire ledematen kwijtraakten. Het waren medisch instrumentmakers die er dan voor zorgden dat deze militairen geholpen werden. Volgens Silvin is dit beroep een zeer intensief beroep. De instrumentmaker is vanaf 1984 begonnen met werken in het academisch ziekenhuis Paramaribo, AZP. Al in een heel vroeg stadium vroeg hij aandacht voor zijn vervanging. Maar daar is volgens Silvin niets mee gedaan. Dit beroep was geen bewuste keus van Silvin. Hij studeerde werktuigbouwkunde op het Natuurtechnisch Instituut, NATIN, en kreeg een kans om stage te lopen in Nederland om het vak van instrumentenmaker te leren. In zijn praktijk ziet Silvin tegenwoordig veel patiënten met diabetes mellitus voor behandeling langskomen. Dit mede door een late vaststelling van hun gezondheidssituatie, waardoor ledematen moeten worden geamputeerd. De instrumentmaker is bereid tot zijn 65ste jaardag door te werken voordat hij definitief met pensioen gaat. Hij is nu bezig zijn zoon te trainen om zijn werkzaamheden over te nemen. Hij heeft nu geen spijt van de keuze die hij toen gemaakt heeft. Dus als je bij de basis begint, dan zou ik adviseren dat mensen zich laten screenen, tijdig laten screenen, op het wet aanwezig zijn van diabetes mellitus. En dat wat mij in de afgelopen jaren is opgevallen, dat mensen het vaak niet weten dat ze aan diabetes lijden. Ze komen er pas achter wanneer ze per ongeluk ergens in de tuin op een spijker hebben getrapt, op een scherf, en merken dat die wond dus niet geneest, uiteindelijk bij de huisarts belanden, die vervolgens dan doorstuurt naar de specialist.